kunst staat in de schijnwerpers de komende week in Hillegom bij de Nationale Kunstweek. En te gast is LG, kunstenares, fotografie, een fotograaf, kunstenares. Ik weet, u moet maar uitleggen wat dat verschil is tussen gewoon foto's maken en kunst in de fotografie. Want je hebt een kunstwerk bij je. We gaan zo dan over de week praten. Zullen we eerst het kunstwerk een beetje proberen te laten zien? Het is vrij groot. Dat je er iets over vertelt? Ja. Ik ga het proberen omhoog te houden. Hij moet alleen andersom. Hij moet alleen andersom. Hij moet zo. Hij moet zo. Dit is nog een van mijn kleinere werken. Meestal werk ik veel groter. Dus daarom heb ik deze meegenomen. Ik ben portretfotograaf. Tenminste, kunstfotograaf. En waarom kunstfotograaf? Want dit is geen portret. Het is een portret. Oh, is het een portret? Je ziet hier een oog. Ja, en haar. En van ver af zie je inderdaad. Even nog een keer laten zien. Ja. Haar en een oog. Wijs even aan misschien. Dus hier voor haar en daar een oog. En daar een oog. Dus maar dat is portretfotografie. Ja, ik werk vooral met haar. Nou, dat zie je wel. Ja. En ik probeer altijd een soort vraag op te roepen. Ik geef mijn werk nooit titels, omdat ik zelf vind dat je die vraag moet voelen. Of het gevoel wat ik uit wil stralen. Dat je er meer van wilt weten. Ja. Ik bedenk mijn wat is het verschil tussen fotografie? Ik schiet niet zomaar. Ik bedenk het van tevoren. Ik bedenk het licht van tevoren. Ik bedenk wat wil ik uitbeelden? Met wat voor meisje wil ik het uitbeelden? Daar ben ik soms 3 maanden in mijn hoofd mee bezig. En de foto, ik werk altijd met daglicht, dus altijd buiten eigenlijk. En de foto is eigenlijk altijd zo klaar. Maar dan begint het. Want wat ga je dan doen als die foto klaar is? Dan ben ik eigenlijk al een heel eind. Want het voorproces is juist het kunst, een concept in je hoofd. Want weet je dan al wat je wilt schieten? Ja, ik kom iemand tegen op straat. Ja? En dan zie ik iets, een mooie mond of mooie ogen. En dan gaat er een beeld vormen en daar ga ik over nadenken. En dan ga ik natuurlijk eerst vragen of ze het wil. Ja. En de meiden zijn meestal onherkenbaar, want ik ben altijd wild met haar. En dan ga ik hem schieten en dan is de foto eigenlijk bijna klaar. Okay. Dus altijd meiden of ook mannen? Nou, tot nu toe eigenlijk altijd meiden. Meiden, jonge meiden, oude meiden? Nee, jonge meiden, jonge omdat meiden. Die nog heel mooi puur zijn. Oké, okay. En want waar zien we dat puur aan in het schilderij? Nou, bij deze is het meer de blik van het meisje. Bijvoorbeeld, ik zou zeggen geen rimpels of zo. Maar die kun je ook wegshoppen. Ja, ik bewerk natuurlijk wel mijn foto's. Maar ja, als je mijn andere werk ziet, dan weet je wel wat ik bedoel. Rimpels en zo laat ik meestal wel zitten, hoor. Okay. Of puistjes. Dat blijft puur? Dat blijft puur, okay. Ja. Wanneer wordt het dan kunst? Ik vind kunst, alles kan kunst zijn als het maar vanuit jezelf komt. Okay. Ik vind bijvoorbeeld naschilderen vind ik knap, maar vind ik geen kunst. Ik vind kunst, daar moet iets van jezelf in zitten. En nou, je kunt ook naschilderen met een eigen extra's. Print erop. Ja. Dan is het alweer een heel ander verhaal. Okay. Dan vind ik het kunst. Okay. Ja. Okay. En wat is kunst? Dat is natuurlijk de discussie. Ja, ik vind dit prachtig, maar anders dan zeggen hè? Ja. Ja, nou, dit is wel een van mijn beste foto's, hoor. Die heb ik al goed verkocht. Maar je zegt, dit verkoop je aan meerdere mensen, niet alleen. Ik sta op kunsten-events, op beurzen. Want dit is een stukje van het hoofd, hè? Ik bedoel, ben altijd met uitsneders bezig. Dat ook nog weer, dus je ziet niet wie het is. Nee. Nee. En dit is je kleinste werk. Hoe groot zijn jouw werken dan? De meeste zijn 1,20 meter bij 90, maar ik werk ook buiten, bijvoorbeeld in het Overbos in Voorhout. En daar had ik laatst een foto van 4 meter bij 4 meter. En wat staat daar dan op? Ook een stukje? Ook een uitsnede van een, dat kan je goed op mijn website zien, een uitsnede van een mooi meisje. En die heb ik dan ingebonden met touw. En heel spannend. Heel spannend. Ja. Een beetje als Ans Marcus met haar doeken ook? Nee, toch anders. Niet. Toch weer anders. Ja, ik vind het trouwens wel heel mooi wat ze maakt. Ja, maar dat is ook. Zij fotografeert niet, maar zij schildert. Ja. En jij fotografeert, daar zit dan ik het. Ik noem het soms wel schilderen met fotografie. Ja, want ook met kleur. Is dit de kleur geweest zoals die was? Of nee, ik heb hem. Ga je ook met kleur aan de gang? Met belichting, dus overbelicht. Ja? Dus dit was fel. En ik werk heel vaak met deze zachte kleuren, ja. Dat is mooi, hè? Ja. Dat hele, wat is het voor kleur? Taupe een beetje? Zoiets. Ja, mooi. De kunstweek. Ja, ik vind het heel belangrijk. Waarom? Omdat, zeker in de Bollestreek, vind ik kunst op een zeer laag pitje staat. Waarom denk je dat we dit programma maken, Heel goed. Ja. Mijn missie is ook wel echt om kunst op de kaart te zetten. Fijn. Ik ben bijvoorbeeld een Voorhoutse kunstenaar, maar mijn atelier zit helemaal in Hillegom. Waarom? Omdat er hier niks is.
En in Hillegom geen ruimte bedoel je? Geen ruimte. Nee. Alle oude bollenschuren worden allemaal verbouwd tot woonruimte enzovoort. Ja, enzovoort. Het is, ja. En wij kunstenaars kunnen er natuurlijk niet echt, tenminste ik kan er nog niet helemaal van leven. Ja. Dus mijn atelier kan niet duur zijn. Nee. En in Hillegom zitten we nu in een mooi klooster. En daar zit ik met kunstgenootschap de school. Die zaten eerst in de oude school, maar daarvoor komen appartementen in. En toevallig een medekunstenaar zag dat het atelier, tenminste de ruimte in Mariaoord leeg stond. En nu zitten wij daar. Dus dat was, en mag dat even blijven? Of? Ja, dit huren wij gewoon voor altijd. Oh, dat is fijn. Met 13 kunstenaars. 13? Dus okay. Dat is echt een inspirerende plek. Ja. Zonder subsidie. En ja, het is en je kunt elkaar ook dan weer... Ja. Beetje... En er zitten 13 ateliers en zeer verschillend, van schrijvers tot fotografen, tot dichters, tot wat hebben we nog meer, papierkunstenaar. Ja, van alles zitten. En je hebt ook een stagiaire, hè, Lassie? Ja, die komt uit dat Noordwijk. Is toch fijn? Dat van, is toch fantastisch? Van VSO School, ja. Duin. Ja. En dat is Jimmy. En die wil ook kunstenaar worden? Hij wil kunstenaar worden en hij is heel erg goed. En met de kunstweek kan je dus laten zien wat iedereen in huis heeft. En dinsdag schildert hij bij mij in mijn atelier. Maar schildert hij of doet hij ook iets met fotografie? Nee, hij schildert. Hij schildert. Maar ik ben hem gewoon aan het leren van hoe word ik kunstenaar? Wat moet ik ervoor doen? Ik zit ook nog bij kunstgenootschap BIP, Bollestreek en Beeld. En daar krijgt hij tekenles. Dus dat is, hij is nu echt aan het zoeken van, ja, wat vind ik leuk? Welke stijl vind ik leuk? En ja, hij helpt me ook met inrichten en alles wat erbij komt kijken. Ja. Leuk, jong geleerd, oud gedaan. Hè? Ja, ja, zeker. De Nationale Kunstweek dus. Jullie zijn ook te bezoeken. Wij zijn te bezoeken. De hele week, volgende week? Dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag zijn wij open. En dan zijn jullie allemaal van harte welkom. In de school, zo heet dat dus. Ja. Maar het is in het klooster in Hillegom. Ja, dus Mariastraat nummer 28. En dan kunnen we kijken en genieten van kunst. Ook kopen waarschijnlijk. Het is een heel inspirerende plek. Nou, dat is altijd goed kopen. Ja. Maar we willen het ook gewoon graag laten zien. Want snap ik. Ja. Ik wist ook niet van het bestaan. Dus ontzettend leuk. Nee, de school jullie... bestaat nu 5 jaar. Ja. En het is echt heel inspirerend. Kan niet anders zeggen. Fijn. Ja. En dus open voor het publiek de komende week. Waarschijnlijk meer informatie te vinden op websites... www.deschoolhillegom.nl. Dat is hem ook, daar staat het ook allemaal op. www.kunstweek.nl. Nou, staat mensen, het ook ik zou zeggen, ga lekker op zoek naar een mooi atelier. Want het is in heel Nederland, het is landelijk. Het is landelijk. Maar jullie als Hillegommers doen... dan heb je er gewoon 13 in één keer. Flink de schijnwerper erop. Zo op de kunst. Ja, leuk. Dankjewel, El. Ja. En we